haar studenten. Juist! Vooraf was er de nodige commotie over de komst van 50 jonge asielzoekers in het voormalige wooncomplex De Akert in Gelderop. Tijdens een bijeenkomst met de gemeente liepen de gemoederen hoog op en leek het alsof een groot deel van de omwonenden tegen de plannen was. Dat zijn toch geen zielige arme mensen wie daar door oorlog op vluchten. Dat zijn toch kinderen van rijke mensen wie hier een goed leven willen hebben. Maar dat blijkt niet helemaal waar te zijn. Ik heb geen bezwaar gemaakt, want ik vind dat we allemaal onze sociale plicht moeten doen om mensen te helpen daar waar het kan. Er is dan ook nauwelijks of geen overlast van de asielzoekers die allemaal minderjarig zijn. En bij mij komen ze goed over. Die groepjes die ik hier gezien heb, die af en toe lopen, ik heb er geen negatieve gevoelens bij. Ik rij hier vaak met mijn hondje, ook met mijn vrouw, op een scootmobiel. En aan de voorkant van de straat, de Vierheemskinderlaan, komen regelmatig van die jongeren tegen. Die groeten allemaal, goedemorgen, goedemiddag, proberen allemaal goed zijn best te doen. En ik vind het gewoon prima. Een onafhankelijke bezwarencommissie heeft aan het college van burgemeester en wethouders advies uitgebracht over de verleende vergunningen. Volgens hen heeft de gemeente goed werk afgeleverd. Ik hoop dat mensen nu ook erg het gevoel hebben, er is goed naar ons geluisterd. En dit is het oordeel van de bezwarencommissie. Dat heeft de gemeente ermee gedaan. En dat we verder kunnen gaan nu met een goede opvang, realisatie van een goede opvang voor deze groep minderjarige asielzoekers. 115 mensen hadden bezwaar gemaakt, maar een groot deel van de bezwaren is onontvankelijk verklaard. Omdat deze mensen verder dan 260 meter van de locatie wonen. Terecht, zo vindt een van de bewoners die wel vlakbij De Akert woont. Ik heb later beelden gezien van mensen die helemaal niet uit deze wijk komen. En die zich daar enorm hebben zitten opwinden. En zich op een manier hebben laten kennen waar ik me eigenlijk voor schaam. Dat die mensen zouden overgaan tot het verkrachten van Nederlandse meisjes. Daar is geen enkele aanwijzing voor. Alle hobbels wat betreft de vergunningen lijken te zijn weggenomen, kan volgens wethouder Van Gestel de aandacht volledig worden gericht op de toekomst van de jonge asielzoekers. En ze zijn inmiddels begonnen aan het onderwijsprogramma. Wat erg geënt is natuurlijk op onderdeel zijn om te leren van wat Nederland is. Taal is daar een buitengewoon belangrijke in. Wij zijn ook blij dat verenigingen en clubs in Gelderop met name aangegeven hebben, nou, we willen best iets met deze groep jongeren doen. Straks wordt het weer goed weer. Ik hoop dat ze kunnen gaan sporten ook in verenigingsverband. Dus het loopt tot nu toe goed.